Kijk, ik hou van klimmen. En Mountain Network heeft mij daarom dus uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in hun nieuwe boulderhal. Die hebben ze namelijk daar gemaakt. Dus ik mag daar eens een testje gaan doen en daar ga ik nu naartoe. Let's go! Hoi, ik ben zoals je ziet bij Mountain Network in Arnhem-Zuid. En ik heb een afspraak met Leopold. En Leopold die gaat mij vandaag namelijk helpen met wat ik ga doen. Als het goed is, ben jij Leopold. Ik ben Jasper. Dag Jasper, welkom. Wat gaan wij vandaag eigenlijk precies doen? Ja, leuk dat je er bent. Je bent nu in onze klimhal in Arnhem-Zuid, naast de grote koppel, het zwembad. En wat ik vandaag ga doen is jou kennis maken met de klimsport. Dat is een beetje het traditionele klimmen, klimmen aan touw. En dat kan hier op deze klimband. Dit is een klimband van ongeveer, nou pak een beet, 8, 9 meter hoogte. Als we dat gedaan hebben, gaan we naar de Rijnhal. En in de Rijnhal hebben we een nieuw centrum gebouwd, een nieuw bouldercentrum. En dat is klimmen zonder touw boven een valmat. Een hele andere tak van sport. En dat wil ik je ook laten doen. Maar we gaan hier eerst beginnen om te kijken of je dit leuk vindt. Ja, klinkt leuk. Ik heb er zin in. Elke kleur heeft een andere gradering en bij deze is het zo dat rood een 3 is en dat is het makkelijkste. Dus ik denk dat we kunnen beginnen met een 3'tje. Eens kijken hoe dat gaat. Bind ik je in aan de touw, naar die 8 knoop en aan de andere kant ga ik jou zekeren. En dan ga je lekker klimmen en als je wil hangen dan zeg je blok en dan trek ik het touw strak en dan laat ik je beneden zakken. Is goed, dus dan beginnen we even met een 3'tje. Ja, drie. Even makkelijk beginnen. Even die rode gaat tot nu toe nog vrij makkelijk. Blok! Nou, dan ga ik hangen. En dan lopen we naar beneden. Ik ga even een sprongetje maken. Kijk, dat is leuk. Ja, dat gaat goed. Ja. En, hoe ging het? Goed. Ja, leuk. Zeker. Vrij makkelijk tot nu toe nog. Ja, dat gaat goed. Nou, we kunnen wat moeilijker proberen. We kunnen ook de hoge wand proberen als je dat leuk vindt. Dit zijn de hoge wanden. Ja. Dus als je naar daar gaat klimmen. Ja. Omhoog. 16 meter omhoog. Durf je dat aan? Ja, dat moet lukken. Ja. Ja. Nou, die rode die ik nu aan het beklimmen ben, dat is dus niveau 4C. Dus die is wel wat moeilijker. Dat kun je ook wel meteen merken. Maar het gaat tot nu toe nog goed. Ja. 16 meter hoog is deze. En ik heb zelf geen hoogtevrees. Maar ik snap wel dat als mensen hoogtevrees hebben, dat die hier wel bang voor worden. Zullen we zien, dan zijn we klaar. En dan blok ik hem af. Blok! Dan zal ik jullie nog even het uitzicht laten zien. En dan kunnen we naar beneden. Ik ga hangen! Oh,
Ja, dat was leuk. Ja? Ja. Het klimmen hebben we dus net gehad en Leopold en ik die zijn nu onderweg naar de Rijnbolder om, ja, het verklapt het eigenlijk al, om te gaan bolderen. Wow. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen klimmen en bolderen? Ja. Nou, het grootste verschil is dat bolderen is maar tot een hoogte van 4,5 meter. En als je valt, dan val je zoals je ziet hier op deze matten. Dus je kan je nooit echt bezeren, maar je kan ook nooit echt de hoogte ingaan. Met klimmen, wat je net gedaan hebt, ga je tot 16, 17 meter hoogte in de klimhal. Dan zit je aan touw, aan een gordel. Bij het klimmen gaat het om het bovenkomen. En met bolderen is het zo dat je in zo min mogelijk pogingen boven moet proberen te komen. Dus hier is het heel gebruikelijk dat je valt, dat je het weer probeert, weer opnieuw probeert. En uiteindelijk haal je de bolder. Nou, dan hoop ik dat het mijn poging 1 lukt. Ja, we gaan een mooie bolder voor jou zoeken en ik ben benieuwd hoe je het doet. In de klimop ging het goed net, maar ik ben benieuwd. Ik moet me hier nog even zien te bewijzen. Wel een beetje, ja. Een bolder is wel iets anders. Het is atletischer, het is wat meer kracht, dus souplesse. Dus ik ben benieuwd of je dat allemaal hebt. De startgreep wordt altijd aangegeven met 2 tapejes. Dat betekent dat dit de plek is waar je start met 2 handen. En de eindgreep, die heeft 1 streepje, dat zie je daarboven. Dat is die rode daar. Ja, dat is die. Nee, dat is de zwarte, want je gaat de zwarte voeten beklimmen. Ja, de zwarte voeten, maar dat rode streepje. Juist. En die moet je met 2 handen aanraken. En als je dat gedaan hebt, dan heb je de bolder geklommen. Ja. Ja, oké. Okay, dus goed. Laat maar eens zien. Ja. Je hebt je eerste bolder geklommen. Nou, die was niet zo moeilijk. Zullen we eens kijken of we een wat iets moeilijker, iets hoger kunnen vinden voor jou? Leuk geprobeerd. Ja. En dan ga maar hangen aan je armen. En dan rustig naar beneden. En dan hop. Super. Top. Goed gedaan. Andere hand erbij. Ja. Voeten hoger. En doorpakken. Ja. Ja, mooi. Wordt al wat zwaarder. Ja. 2 handen. Ja. En dan kan je rustig hangen. En laat je vallen. Goed gedaan. Is wat, hè? Nou, je hebt mij net dus deze bolder toegewezen. Wat is er eigenlijk zo leuk aan deze? Ja, het leuke aan deze bolder is dat wat je net deed, je klom de bolder en je sprong er vanaf. Wat hier leuk aan is, is dat je de bolder klimt en dan op het blok staat en dan de andere kant naar beneden weer afklimt. Goed naar je voeten kijken, rustig klimmen, heel beheerst. Ja, mooi. Ja, prima. I'm on top of the world. Kijk, hier kun je dus naar beneden. Dat kun je heel voorzichtig doen. En dan als je wil, kan je op het eind nog een sprongetje maken. Nou, Leopold, ik heb een hele leuke dag gehad. Ik hoop dat jij dat ook hebt gehad. Ja, zeker. Het was leuk om jou kennis te laten maken met het bolderen. En om jou ook te laten klimmen. Ik hoop dat je een goed idee hebt gekregen van de klimsport. En ik hoop dat jij, maar ook iedereen die dit filmpje ziet, met ons komt bolderen of komt klimmen. Iedereen is welkom, jong, oud. En hoe heb ik het gedaan? Goed, je hebt wel talent, moet ik zeggen. Dus ik zou je zeker aanraden hier vaker te komen. Ja, dan misschien de volgende keer wat moeilijker proberen. Ja, ik denk dat je daar wel de volgende gradatie kan. En dat is volgens mij groen. Dus dan gaan we van zwart naar groen. Dus ik daag je graag uit om groen te gaan proberen. Kom snel langs. Nou, hartstikke bedankt. Ja.